Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, vindt dat minister Antoine Elias van Volksgezondheid wilde uitspraken doet over de apotheken van het Staatsziekenfonds. Elias heeft eerder aangegeven dat de SZF-apotheken overgeheveld zullen worden naar de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Hooghart is fel tegen dit besluit. Hij vindt het niet kunnen dat de minister dit besluit heeft genomen zonder de actoren in het gezondheidsveld erbij te betrekken. Laat mij duidelijk zeggen, die minister is nauwelijks aangetreden. En als die zo'n uitspraak doet, zonder met de actoren te hebben gesproken, dan is het een wilde uitspraak. Komt het niet goed over. U moet weten dat SZF onze baby is. En we hebben consequent gepoogd daarin, in de verhoudingen, verbetering te brengen. Consequent erop toe te zien dat de mensen betere medische voorziening krijgen. Elke dag komen mensen hier. Dan net was een vrouw hier. Toch? Kijk, de kwitantie is nog hier dat ze betaald heeft ergens. Een tijdje terug. Ik ga zorgen dat ze dat geld krijgt. De vakbondsman vreest voor kartelvorming binnen de gezondheidssector. Hij is van plan om met de minister om de tafel te gaan zitten. En er zijn mensen die kartels vormen. En eigenlijk het volk uitbuiten op dit stuk. En wij vinden van we moeten het volk dienen, we moeten het volk niet uitbuiten. Als u gaat praten met de minister, wat zullen uw standpunten zijn? Heeft u al daarover gedacht? Laat mij niet prematuur zijn. Nogmaals, we staan op onze strepen dat het niet gaat. Maar als we met de minister tot een vergelijk kunnen komen, waarbij het volk beter gediend kan worden, dan kunnen we niet zeggen nee. Laten we dat zeggen. Toch? Duidelijk. Maar als het volk niet beter gediend zal worden met een idee of een iets van de minister. Want ik kan u zeggen dat er een aantal plannen zijn om de medicijnenvoorziening naar de mensen toe in dit land te verbeteren. Aldus CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Hij sprak over het besluit van minister Antoine Elias om de apotheken van het Staatsziekenfonds over te hevelen naar de Stichting Regionale Gezondheidsdienst.